Deze laatste aflevering van de Surprise Show brengt een record aantal verrassingen. Bij hoeveel mensen kan Henny op één dag onverwacht op bezoek komen? En wie zijn de mannen die hun zijspan zo mooi weten te gebruiken? En waar zijn de andere mensen die nu nog ontspannen op de tribune zitten, maar straks in de volle schijnwerper kunnen staan bij deze voorlopig laatste Surprise Show? Dames en heren, Henny Huisman. Henny Huisman en Henny Huisman. Ik begrijp dat u heel lang applaudisseert omdat er drie staan. Dames en heren, mag ik even voorstellen, de mannen die ik vorige week gebeld heb telefonisch, de twee nep Henny Huismannen. Daar staan ze, ja zeker. Ik heb ze gebeld en zij zeiden dat ze zo verschrikkelijk op mij leken. En nou vind ik vooral, hij heeft heel veel van mij weg, vind ik. Postuur van Ron Brandstede, maar... En dit is een soort van weggelopen Martin Brozius, ik weet niet wat het hier is. Maar het is, we zijn bijna aan het einde, de laatste uitzending. En we willen graag weer in het nieuwe seizoen doorgaan, als u het ook leuk vindt. En dan willen we ook weer post ontvangen. En zij gaan dus nu het postbusnummer en zo noemen. Hè? Dus, jij hebt de eerste tekst, hè? Ja, Henny. Zit die camera met het rode lampje erop. Doe je best. En lachen erbij. Ja, zo, tuurlijk. Ja, dames en heren, als u soms nog voor het nieuwe seizoen leuke ideeën heeft, met leuke lieve of mooie en spannende ideeën, schrijf dan naar... KRO Surprise Show, postbus 1600, 1200 BP in Hilversum. Wat zei je nou precies? KRO Surprise Show, postbus 1600, 1200 BP in Hilversum. Uit het motorhoofd. Jongens, hartstikke goed. Fantastisch. Dankjewel. Geweldig. Hier moet ergens in het publiek meneer Peet van Tevelen zitten. Wie is meneer Peet van Tevelen? Blijf eens lekker zitten, blijf zitten. Ik kom bij je zitten. Dag meneer Van Tevelen. Hallo? Ja? Hallo? Meneer Van Tevelen? Ik had het verwacht. Ik had het verwacht. Wat had u verwacht? Een vuile streek. Nee. Ja. Nou, meneer Van Tevelen, u kent mij toch een beetje? Ja. Als ik u nou ga vertellen het verhaal, welke brief ik heb gehad, dan moet je luisteren. Uw dochter heeft geschreven naar mij. Dat u een jaar of 25, 26 was, toen was u in Noorwegen. Daar heeft u een kerkje gerestaureerd. Ja. Nou ja, niet zo bescheiden. Ja, al zou het alleen maar een torentje zijn, maar u heeft er wat aan gedaan. Ja, daar heb ik in gezeten. Nou, bent u een tijdje daarna bent u weer naar Noorwegen gegaan, het plaatsje Halde. Dat was een georganiseerde reis, schrijft uw dochter Karin. Ja, ja. En die zegt, maar toen hebben ze het kerkje niet gezien. Nee, dat is jammer. Ja, dat is zeker dat jammer. Heb ik altijd jammer gevonden. Ja, dat begrijp ik. Dus... hebben wij voor u een prachtige foto van uw kerkje in Noorwegen. Moet je even kijken. Ja. Mag ik het even laten zien aan de mensen thuis? Ja, hè? Blij? Hartstikke bedankt. Goed, niks te danken. Dag meneer Peet van Tevelen. Surprise, surprise. Blij met zijn kerkje. In juni vorig jaar werd in de omgeving van Nijmegen voor de 25e maal de Jumbo Run gereden. Gehandicapte kinderen worden door stoere motorbinken een dagje mee uitgenomen. En of ik het bestuur van de Jumbo Run eens goed wilde bedanken. Meer nog, ik bezorgde ze een surprise song. Een motorjack heb ik aan. En waarom heb ik een motorjack aan? De stichting Jumbo Run, die bestaat al 25 jaar. Dat is een traditie uit Engeland, is overgewaaid 25 jaar geleden. En dat zijn mensen met motoren, met zijspan, die één keer in het jaar een dagje organiseren voor gehandicapte kinderen. Die dus zo'n
hele dag met die gehandicapte kinderen gaan rijden. Het is een evenement, fantastisch, 8 kilometer lang, motor achter elkaar. Er zijn 4 mensen die dat organiseren en een van die 4 is Jan Spruitenburg. En die zit hier op een soort van cursus, waarvoor weet ik niet precies, maar die gaan we dus overvallen. Want de surprise song is voor die organisatie van die fantastische Jumbo Run. Altijd spannende momentjes, want ja, zo'n man weet natuurlijk nergens van. En zijn omgeving, kijk, nou, dus die, begrijp je? Goedemorgen. Goedemorgen. Jan Spruitenburg. Goedemorgen. Sorry dat ik even. Sorry dat ik even de cursus onderbreek. Maar de rest zit ook in het complot, meneer Spruitenburg. Zekere Wim heeft ons geschreven, die kent u wel. Die ook mee rijdt en die zegt van, die mannen moet je nou eens een keer in het zonnetje zetten. Dus de surprise song vandaag is voor u en uw 3 andere collega's. Dus niks, geen kussens. Oh nee, die mannen weten het al lang al. Op zijn plaats toch, hè, dat we deze mannen even in het zonnetje zetten. Meneer Karel Berends. En Karel Berends aan het zoeken. Ja. Ook toevallig dat we thuis treffen, zeg. Hey. Ja, dat is ook toevallig. Hey. U kent hem toch? Hey. Ja, hij ken ik wel. Ja, ja. Als kinderhuis. Maar u bent beide de grondleggers van de stichting Jumbo Run. Ja, dat klopt. We hebben een fantastische brief gehad. Dat u dat al zoveel jaar doet, meer dan 25 jaar. Dus zo'n fantastische rit maakt met de gehandicapte kinderen. Ja, dat klopt. We komen u vandaag ook in het zonnetje zetten. We hebben eerst ome Jan overvallen. Ja, we hebben de cursus gehaald. Toen bestaan. Ja, dus is het. En nu, ben er bent bij gekomen. En nu bent u in de beurt. Ja, maar kom er even in. Dat is wel, hè? Want ja, we gaan eventjes Bob en Flip ook bellen. Is dat niet te regelen dan? Is dat niet te regelen dat je vervoer krijgt? Hij staat daar met zijn fiets langs de kant. Te wachten op die andere 3. Niet wetende dat hij dus ook voor het bekende lapje wordt gehouden. Ze gaan gewoon naar de overkant. En dan gaat hij al opzij. Wacht. Bob Wagenvoort? Ja. Dag, hallo, Henny Huisman van de Surprise Show. Hé, hey, dat is leuk. U bent een van de organisatoren van de Jumbo Run. Van de Jumbo Run, dat klopt. En u staat op 3 mensen te wachten waar u altijd al jaren mee organiseert. Dat klopt, ja. Dat is een smoes. Ja. Oh. Want u zit in de Surprise Show. Oh! Nou heb ik, zeg maar jullie, alle 4. Een beetje op plaats van bestemming, maar we weten nog steeds niet wat er aan de hand is. Nee, wat is? Nou, ik zit hier bij de 4 mannen die dat nog veel beter kunnen organiseren als wij ooit zouden kunnen doen. Maar als een soort van dankjewel hebben we het voor elkaar gekregen om hier 22 motoren met zijspan naartoe te krijgen. Met daarin ook 22 kinderen die geselecteerd zijn. Dus we gaan een mini Jumbo Run houden, speciaal als dank. Als jullie dat al zoveel jaren doen. Hoe is het mogelijk? Dat is mooi. Zonder de organisatie van jullie. Pak het al. We gaan niet oe. We gaan niet a. We gaan niet oe. Oe. We gaan niet oeren hard, want dat is lang niet zo fijn. Niet oerend hard, maar we hebben wel vreselijk veel gein. Langzaam rijden, dan gaan we ook goed. Lekker met die frisse wind in je toet. Karel op zijn motor, Jantje schudt erachteraan. Zo'n hele dag met de politie voorop. Voor al die lieve mensen nu een schouderklop. Een Karel op zijn motor, een Jantje schudt er weer achteraan. Het hoeft niet doen. Oeh, 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 en hard. Het hoeft niet doen. Oeh, 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 en hard.
Maar zoals altijd komt er aan zo'n dag weer een eind. Dan duurt het nog een jaar en dan zijn we allemaal weer present. Karel op zijn motor en Jantje scheurt er weer achteraan. De stichting Jumbo Run doet dit werk jaar na jaar. We gaan niet oe, echt niet oe, echt niet zo oerend hard. We gaan niet oe, 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 oerend hard. We gaan niet oe, 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 oerend hard. We gaan niet oe, 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 oe. En daar zitten ze, de mannen van de Jumbo Run. Ga ze door, mannen. Ja. Waar is Jan Rietman vandaag? Hij reisde in deze serie Surprise Shows het halve land door en meldt zich ook in deze laatste aflevering weer. Jan, Hennie. Kom er maar in. Ja, hallo Jan. Waar zit je? Ik zit in Aalsmeer. Aalsmeer? Ja, en ik ben een beetje hier aan het verdwalen, want ik zit hartstikke dicht bij jou in de buurt. Maar waar zit je in Aalsmeer? Nou, in de studio, maar er is hier een hoop hout en normaal kom ik altijd aan de binnenkant binnen, maar... Je bent hier? Ik ben hier, ja. Oh, Jan Rietman is hier. Want er is iets hartstikke fout gegaan. Hé! Hey. Mooi, Hennie. Ja. Jan Rietman. De bullen van Berkel van de KRO, hè? Ja. Maar dat klopt deze keer wel helemaal, want het is niet zo lekker gegaan vandaag. Wat dan? Wat is er dan? Moet je nou hier dan? Ja, nou, ik rijd dus heel Aalsmeer rond om iemand te gaan verrassen. Die komt uit Aalsmeer? Die komt uit Aalsmeer. En daar rijd ik heen, bel aan, niet thuis. Buren, is naar de Surprise Show. Dus degene die je hebben moet, zit dus hier in... Voel je hem? Wie? Dus ergens is het hier... een vrouw of een man? Ja, weet jij. Ja, het is een vrouw. Het is een vrouw. Ja. Zie je er al een paar zitten te bibberen? Ja. En ze doet heel goed werk in een opvangtehuis. Ja? Nou, dan moet het al bijna... Zeg het naam dan maar, want ik... Wat dacht je van Esther van Zandt? Kom maar. Daar is ze. Ze zit helemaal een beetje bleekjes op mijn neusje. Mooi. Hennie, weet je wat Esther wil gaan doen? Ik heb geen idee. Heb jij enig idee, Esther? Nee. Nou, vertel jij bent maar, nog niet zo gek lang geleden geslaagd voor je motorrijbewijs. Maandag. En je bent een vreselijke fan van motorrijden. Mm-hmm. Nou weten wij dat jij heel graag een keer op zo'n hele echte crossbaan zou willen crossen. Nou, is het wel een beetje type nou, Vinnie? Ja, nu ik zo zie staan, denk ik, die cross wel eens. Ja. En als het van Hennie mag, neem ik hem mee en gaan we lekker even crossen. En dat gaan we straks live volgen ook. Als dat goed plan! Hey. Goed plan, neem hem mee, terug! Ja. Dag Esther! Zal je maar overkomen? We krijgen zoveel brieven bij de Surprise Show en daaruit blijkt dat er nog zoveel mensen zijn die het verdienen eens wat speciale aandacht krijgen. Soms gaat het maar om hele kleine dingen, maar wij vonden dat die ook eens aan bod moesten komen. Dus ging ik op een dag van Zaandam, waar ik woon, naar Aalsmeer, waar ik werk, met een enorme omweg. Naar het noorden, over de Afsluitdijk, door Friesland, naar het zuiden, over de Veluwe, nog een paar adresjes in Brabant en via Gorkum terug naar Noord-Holland. Dat was met het dagje wel. Een lange, maar prachtige dag. En wij noemen het de Bloemenmarathon. Weet je, aan moet belletje? Zaandams misschien? Hallo. Hallo, Hennie. Dag mevrouw. Ik weet er een beetje van. Is hij op? Nee, ik heb niks gezegd. Nee, dat was natuurlijk. Surprise! Wat is dit allemaal? Hallo. Wat is dit? Jaar geleden kreeg ik een brief van die vrouw.
En u weet zelf hoe vaak ze ziek is, hoe lang ze al ziek is. En wat schreef ze nou? Ik ben zoveel jaren ziek, maar weet je wie eigenlijk in de bloemetjes gezet moet worden? Oh, mijn man. Wat leuk. En wat leuk. Dit is de bloemenmarathon. En deze bloemen zijn voor u. Hartstikke goed, hé. Is dit een pyjama? Nee, dit is even gauw. Even gauw. Hey, hartstikke goed. Goed, hè? Bedankt. Ja, hartstikke leuk. Ja. Wat een grappig zeg, hé. Mevrouw Mans. Oh, goedemorgen. Kom eens een stukje naar voren, hè. Verschrikkelijk. Wat is verschrikkelijk? Oh, is mensen, leuk. Goedemorgen allemaal. Uw dochter Jeannette heeft geschreven en zo'n lieve moeder die een boeketje waard is. En namens de Surprise Show kom ik deze bloemen aanbieden. Oh, wat schattig. Hilde Kas. Ben jij Hilde Kas? Ja. Hallo. Hallo. En jij is wel van de Surprise Show. Ha? Hoi. Hey, jouw moeder heeft ons een hele lieve brief geschreven en die zei... Het zou nou zo ontzettend leuk zijn om haar een keer in de bloemetjes te zetten. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, hè? Hallo. Ja, alsjeblieft. Hartstikke bedankt. En dat is je moeder. Die heeft de brief geschreven. Goeiedag. Tante Annie? Ja, u bent toch wel op huis, hè? Nee, hoor. U bent Tante Annie? Ja. Ja. Nou, we hebben van Joke een brief gehad. En de hele buurt kent u als de vrouw die altijd voor iedereen klaar staat met de tassie. Kom maar eventjes. Heerlijk. Klopt het of niet? Nou, dat hebben ze wel een beetje overdreven, nou, denk ik. Dat zeggen altijd mensen die altijd voor iedereen vriendelijk zijn, zeggen altijd van het valt wel mee, maar... Ah, ja, daar staat een duvel, hoor, daarin. Mag ik het tasje even zien? Wat voor tasje? Een tasje waar altijd alles in zit. Mag het even? Nou, ik heb een drink voor mijn ogen. Nee, we blijven aan de deur wel even staan. Zo, ja. Een tasje waar altijd alles in zit. Gooi maar snel alles in. Er zijn er twee, hoor, want als ik dan naar toneelrepetitie ga, dan hebben ze weer voor oefenen weer alles en nog wat nodig. Boekjes en dingetjes. Dus, en de drop. Hij is alleen nou leeg, hoor. Ja, fantastisch. En die andere thuis? Nou, daar zit van alles in, moet je niet lachen. Nee, vraag net een dochter van me, mam, heb je briefkaart? Nou, briefkaart, hier. Alsjeblieft. Kijk, en als ik dan, mijn moeder is ook al wat ouder, dus dan... Moet er eens een kaartje naar een zieke, of weet ik... Zie je wel dat ik helemaal niet aan buis was? De bos! Leuk. Schrijft hier een mevrouw die... haar dochter heeft vroeger twee kinderen gered tussen de ijsschotten vandaan. Sipie met een P is het, jongens. Sipie Bloemsma. God. Hallo. Hallo. Kom een stukje naar voren. Hoi. We hebben je opgezocht. We hebben van je moeder gehoord dat je jaren geleden kinderen van de verdrinksdood hebt gered. Ach. Ja, dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dat is fantastisch dat dat gebeurd is. En we hebben vandaag allemaal mensen in de bloemetjes zetten. En nou ben jij in de beurt. Nou, dit is een verrassing. Oh, jeetje. Had je niet gedacht, hè? Nee, nee, zeker niet. We zijn speciaal voor naar Makkum gereden. Ik ben blij dat je het erop doet. En dat is moeder die geschreven heeft. Hè? Goedemorgen. Ik kom van mevrouw Stinstra. Mevrouw Stinstra? Ja. Mag ik even verder komen? Ja, zeker. En je raad er nooit in. Want deze man... Die kan er allemaal! Ja. Goedemorgen! Wat leuk, hé! Wat is dat prachtig! Oh, Henny, wat leuk! Het is een goedemorgen! Oh, wat fijn, hè? Fijn, hè? Ja, fijn, hè? Dat is zo'n arme. Ja! Slip! Hoe kan dit nou? Nou, zal ik je vertellen, de familie die hier zit, de familie Schoot, die heeft geschreven... U, ondanks uw handicap, altijd dat er voor iedereen klaar staat. En als er nou eentje in de bloemetjes moet gezet worden, dan bent u het. Dus we komen later dit boeketje overhandigen. Oh, dit is veel te raar.
Hartstikke mooi. Prachtig. Hartstikke, we houden allemaal zoveel van je. Leuk, hè? Hartstikke. Fantastisch, hè? Nou, prima. Heel hartelijk bedankt. Daar ben je stil van, hè? Leuk. Bedankt. Ja, 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 ja. Zo verrassen we mensen. Ja. Nou ja. Het hier voor u me heel normaal verzaam. Sorry, het was voor ons me heel gewoon. Het was voor u gewoon, maar het was voor haar een heel belangrijk moment in haar leven. En nou, ze heeft ons geschreven met een fantastische brief. 14 minuten over 2, zijn nu in Overijssel. Op naar mevrouw Van Hoven. Mevrouw Van der Hogen. Hallo. Hallo. Simone heeft hallo. Ons een... Hallo. Wat lief. Wat lief? Simone. De bloemetjes zijn... Oh, wat zijn jullie gemeen. Simone heeft ons een brief geschreven. Ja. Ik weet heel veel van u, want u speelt toneel. Ja, jullie mogen wel even binnen. Nee, dat hoeft niet binnen te komen. Maar je hebt zo'n cast. Ja, ik heb allemaal mensen mee natuurlijk. Zie. Maar die schreef ons en die zegt van nou... Als er nou eens iemand een bloemetje moet krijgen, is dat mevrouw Van der Hogen. Nou dan, wat een eer. Dat ze met iedereen, voor iedereen opbeurende woorden heeft en altijd vrolijk is. En nou, we hebben gedacht, nou, dan gaan we daarna opbellen. Simone heeft geschreven. Ja. En wij van de Surprise Show komen een bloemetje brengen. Kom hier. Had je gedacht, hè? Nee, wat een verrassing. Leuk, hè? Dag meneer Essenstam. Dag meneer Huisman. Dag. Mag ik heel even verder komen? Ja, mag even komen. Hallo. Hallo. Surprise. Surprise? Ja. Waarvan? Ja, het is voor u en uw man. We hebben een ontzettend lieve brief gekregen van Bert, uw zoon. Ah, ja, daar schrikt er even van, hè? Ja. Ja. Stel me maar. Ja. Dat geeft niks. Nee, iedereen reageert op zijn eigen manier. Ja, alleen maar leuk. Ja. En wij zijn vandaag allemaal mensen in de bloemetjes aan het zetten. Nee, dat is mooi. En u hoort er ook bij. Nou, dat is wel mooi. Mooi, hè? Ja, zeker. Kijk eens aan. Dank je wel. U weet zelf wel een beetje waarvoor het is, hè? Ja, ja, prima. Dan hoef ik daar niet meer over te dank praten. Ja, oké. De boosdoeners tussen aanhalingstekens, die mag je er best bij. Kom er even bij. Kom er maar bij, want... De andere kinderen. Andere kinderen erbij. Iedereen erbij. Een groot vertrek. Jullie moesten een geheim houden. Oh, ja. Wat is dat nou, Roy? Weet je wie dat is? Ja, weet je dat? Nou. Wist jij er ook van? Ja. Oh. Ja. Als jij onze kinderen niet gered, dat had ik nu geen 9 kleinkinderen gehad. Dat denk ik nog iedere dag. Ik heb er pas hier nog in de telefoon gehad. Ja, dat weet ik. Ja, ja. En dat heeft dat ook weer teweeg gebracht. Ja, en, ja. Ja. Dit was, ja, leuk. Dit was voor mij de manier om via Henny jou nu nog te bedanken. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Henny, bedankt. Ja, niks te doen. Niet vergeten is. Nee, maar dat zijn dingen die je nooit vergeet, denk ik. Ja. Jongens, ik stond toch te kijken? Ja, dat is de bedoeling ook. Ja, dat is, het is geweldig. Het is geweldig. Goeiedag. Ja. Dat is oma Arie. Ja, alles goed. Ja, eerst de kamer, hè. En dat is tante Corrie. Ik ben toch een flinke vent voor de televisie. Nou. Kijk eens, ik heb... mooie blabbertjes. Ik heb voor u... Voor u samen, een bosje bloemen meegenomen. Maar jongen, dat hoeft toch niet. Ja, nee. Dat nou, zal ik vertellen. Leni heeft ons de brief geschreven. Oh, is dat die grap? Ja. Ja, dat wist ik niet. Oh, hoe is mogelijk? En nou, u bent zo goed voor ze geweest. Als vader en moeder. En ze komen nog elk weekend u opzoeken als vader en moeder. Dat klopt, altijd, hè? Altijd, hoor. Altijd. Ik kan u informeren in Elisabeth Doesburg. Ja, maar ik ben geïnformeerd. Ja, hij weet alles al van. Ik weet er alles van. Mag ik ze hier even Ja, tuurlijk. Ja, oh, prachtig hier. Boeket. Zo, dat lijkt nog de beste schip. Ja, nee. Maar ja. Ja, we hebben er al wat kilometertjes op zitten, hoor. Ja, dat geloof ik. Ja.
Oh, daarom moesten wij ook zo mooi naast elkaar blijven. Ja, precies. Het is 9:50. En we zitten in Best. Maar het weer is... Niet zo mooi, dit hè? Wel. En hoe heet deze meneer? De huisman. Geen familie. Goeiedag. Dat had u niet verwacht. Nee. Nee, u bent mevrouw Huisman. Oh, ik word een Duitsersman. U hoeft er niet Duitsersman te worden. Ik kom voor uw man. Die schreeuwt zich ook rot. Meneer Huisman. Dag Henny, mag ik maar zeggen. Ja hoor, mag ik best Henny zeggen. We zijn geen familie, dat heb ik uitgezocht. Oh ja, dat, dat wist ik nee, dus niet. Nee, want u bent met de Griekse ei en ik ben de Ja, maar dat wil niks zeggen. Hè? Nee, precies. Maar deze bloemen zijn van harte gegund. Ze zijn ook een beetje voor uw vrouw, want dat is uw grote steun en toeverlaat. Nou. Die mag er ook best even bij komen. Maar die schrok echt, hè? Ja, ik sta nog niet. Dat doe ik nou nog. Ja. Ja, maar hij schrikt niet zo gauw als ik. Ben niet zo. Dat geeft niet. Nou, dankjewel. Kijk eens. Wat vind je dat? Mevrouw van Zeeland? Ja. Hallo? Oh, kijk nou. Hallo. Ja, is man. Ja. Kom, Sandy. Mevrouw van Zeeland, Harriet van de Overkant. Ja. Die heeft ons een brief geschreven. En die, daar heeft u heel veel voor gedaan. En wij zijn de bloemenmarathon bezig van de Surprise Show. En we komen u in de bloemetjes zetten. Oh, prachtig. Ik heb een hartklop nu. Komt u niet even binnen? Nou, daar hebben we helaas geen tijd voor. Gewoon een bloemetje. Gewoon een Surprise Show. En dat hebben we nou eens verdiend. Het zijn mensen die zoveel voor een ander betekenen. Hè? Achternaam is Kniep. Mevrouw Kniep. In alle moeilijke tijden die ze heeft gehad, kon ze bij kapelaan Banning terecht. Ondanks ze niet katholiek is, daar maakt iemand geen probleem van. Kapelaan, ik ben Benedict Banning. Ja. Ja, ze ben uit het huis uit. Ik zei van dat tijd, man. Ik moet hem wel naar een verjaardag toe. Ja, even kijken, man. Kapelaan die naar een verjaardag moet zo laat. Ja. Nee, nacht raken. Oh. Hé, Greetje. Ja. Ja, dat weet ik. Die heeft ons een brief geschreven. En die, ondanks dat zij niet katholiek is, heeft u er altijd heel goed opgevangen. In moeilijke periodes. En zij heeft ons een brief geschreven en ze zegt, ja, je moet die kapelaan Banning eens in de bloemetjes zetten, want dat verdient die man. Vandaar dat we deze bloemenmarathon. Mooi. Ja, mooi. Kijk, jij kan wel Oh nee, ik weet je. Nee. Ik wil. Drie minuten over 12. De laatste mevrouw die we gaan bezoeken, dit is Aalsmeer. De plaats waar alle surprise shows en de mini-shows en alle shows die ik doe, worden opgenomen. En ik heb hier zo vaak mijn auto geparkeerd, zo vaak door de straten gereden. En mevrouw viel dat op, dochter van mevrouw Verzaal, die zei van, je rijdt zo vaak door de straat. Het zou nou zo enig zijn als je één keertje bij mijn moeder langskwam. Het is wel een beetje laat alleen geworden. We hopen maar dat ze er open doet, dat ze nog wakker is. Desnoods maken we er wat. We zijn wat laat. We zijn wat laat en wij wilden deze goede nou, nacht. Ja, bijna wel, hè? Ja, nemen we niet vaak dat we zo laat zijn, maar we wilden graag deze dag afmaken. En wilde mevrouw Verzaal eventjes een bloemetje geven, alsjeblieft. Geweldig. U bent de laatste. Nogmaals verontschuldigd dat ik u uit uw bed moest halen. Maar het is inmiddels 7:45. Ik was een beetje vertrokken gewoon. Ja, ja. Geweldig, bedankt. Okay. Wil je nog even een kop koffie? Nee, we hoeven niks te hebben. We hoeven echt niks te hebben. U was de laatste vanavond. Kijk eens, laatste NOS-journaal. Oh. Wordt ook even uitgedraaid. Zo dit is toch gewoon... Leuk, hè? En daar zitten ze allemaal, de mensen die ik op die prachtige dag in de bloemetjes mocht zetten. Surprise, surprise. Ik ben op zoek naar Carla Verhoef uit Schiedam. Wil je naar beneden komen? Oeh, wat zou dat nou weer zijn? Kom maar. Dag Carla. Hey, hallo.
Wat is er? Niks. Nee, zei ik. Oh, wat erg, zegt ze. Nee, helemaal niet erg. Dag Carla, zit je wat, niet zo ver bij me af zitten, dan moet ik zo een beetje, dan kom ik een beetje bij jou zitten ook. Ja, hey Carla, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Boem. Wij horen van je collega's dat jij wel in een bloot blad wil. Oh, nee. Ik weet het niet hoor. Ja, je collega's zeggen van nou, die Carla die kun je daar wel voor... Misschien toch eens zeggen in de dronken buik, weet je het niet meer. Nee. Ja, maar ja, je stelde er wel één voorwaarde aan vast. Je wilde wel in een bloot blad, alleen met je grote idool Piet Bamberg. Ja, ik vond het ook een combinatie dat ik dacht van, wat moet het worden, hè? Nee, ik zou het leuk vinden om een avondje, heb ik wel eens gezegd, met hem te stappen. Ja, te stappen. Maar hij heeft zich al helemaal geprepareerd, want hier is Piet Bamberger! Hallo! Hoi! 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 Gaat het? Ja, prima. Dag, Carla, hoe is het met jou? Carla. Hallo. Nou, ik ben er klaar voor. Nou, wat je zo ziet, Piet, kan ik me voorstellen dat ze een avondje stappen wel, weet je. Ja. Ik vind het figuur. Zeker, helemaal goed. Iets anders, hè? Hoe vind je dat? Van het tegen van dichtbij? Nee? Oké. Nou, dan gaan we het even doen met je tweeën. Ja, zo is dat. De foto bedoel ik. De foto, wacht maar luister. We gaan hierachter gaan we een hele fotostudio even bouwen. Ik heb een boa voor je meegenomen. Ja, het moet een beetje pikant. Het wordt een pikante foto, neem ik aan, hè? Ja. Oké. Nou, ik ben helemaal geprepareerd, dus kan mij niet gebeuren. Ja, ik zie het. Het kan naar achter en dan ga je... We zo druk. Hey, rustig aan, ik weet. Ja, Carla. Kom maar, Carla. Op mijn weten moet ik allemaal doen, hè. Ja. Kom maar, Carla. Hier, hallo. Ja. Andersom. Zo. De andere kant, ja. De fotograaf die geeft wat instructies. Zo, prima. En wij kunnen toch een klein beetje volgen, geloof ik, of niet? Andere kant staan, been omhoog. Even been omhoog. Huh? Ja. Oké. Nee, niet zo hoog! Oké. Nou, je moet hem nu wel hebben, dacht ik. Ja, dacht ik wel. Okay, kom maar. Ja, kom maar. Dankjewel, Nick. Kom maar, ik zal even helpen, Piet, anders dan... Jo! Zo. Heb je toch wat bereikt, dit vak? Ja, zeg dat. Zo, aangekleed weer. De volgende. Jongen. Hey, Piet. Ik ben nou toch in het pak. Ja, het is een prima pak ook zo, hè? Goed. Het staat je zeker goed. Okay. Maar is het allemaal echt van vroeger uit, of niet? Het is allemaal echt, ja. Ja, je kan alles voelen, gewoon. Het is alles echt, jongen. Hij zit wel aan de goede kant, hè? Ja, ja, ja. Mag ik het proberen? Ja, probeer maar. Dat is een kruisje. Ja? Nou! Zeg, Piet, druppel even uit ergens anders. Dankjewel voor je komst. Okay, ja, dat gaan we. Oké. Dag, Piet! Piet Bamberger! Leuk, hè? Zo. Blijf even lekker bij me zitten en wachten. Het is een hele moderne fotoapparatuur. We verwachten elk ogenblik dat de foto dan straks klaar is. Oké. Is Jan inmiddels met Esther op de plaats van bestemming gearriveerd en wat gaat daar gebeuren? Hallo Jan, hallo Esther. Hallo Henny. Hey, ze zijn daar gearriveerd. We zijn hier aangeland. Het is een beetje behoorlijk modderig hier. Hè? Het is wel mooi. Ja, een crossbaan, Jan. Maar het is een echte crossbaan in Amsterdam, van de Motorclub Amsterdam. En dit is wel wat, hè. Je hart moet opengaan. Het is gaaf. Gaaf. Ja. Hoor eens op de achtergrond, Henny. Ja, ik hoor wat aanbrommen, ja. Daar komen ze. Dit geluid moet jou als muziek in de oren klinken. En die voor alle zekerheid, ik hoor jou dus nu niet meer natuurlijk, nee, hè, door dit geluid. Ja, dat had ik al in de gaten, ja. Oh, kijk eens hoe mooi. Kijk. Ho, ho! Ho! Hey! Kijk nou! Weet je wie dit is? Ja, John, dat weet ik wel. John van den Berg. John van den Berg. John, hartelijk welkom. Kampioen. En gefeliciteerd namens iedereen van de Surprise Show, want je bent motorsporter van het jaar 1988 geworden vorig jaar, hè? En dit is onze Esther. Hallo. Een ontmoeting met je idool. Ja. Nou, geef een kusje. Ja, even een kus. Dat vind ik een goed idee van Henny. Huppakee. Ja, John. Smaak, ja, natuurlijk. Ja. John, nou is een harte wens van Esther om een keer met jou te mogen crossen. Ja, dat is geen probleem. Ik hoop dat het lukt. De motor staat klaar, dus we moeten even proberen een rondje te maken. Ja. Maar een paar dingen denk ik even vragen, hè. Hoe het in zijn werk zit je er niet mee? Nou, ik wil andere schoenen. Ja,
Hey, dat heb je dan wel geregeld, Jan? Een paar knappe schoenen en zo erbij. En een helmpje ook misschien? Helmpakkie, ja. 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 Hey, veel succes, Esther. Wat zeg je? Veel succes. Zo. Zo. Nou, dan, u weet het, wij zijn heel snel van de surprise show. En als het goed is, komt de fotograaf. Nick van Ormond, dankjewel. Alsjeblieft. Met, kijk eens even, ja. Vers van de pers. Vers van de pers. Dit is het nieuwe blootblad. even kijken. Dit is de foto, zeg maar, die net gemaakt... Je stribbelt niet tegen en zo, hè? Nee. Je vindt het leuk, goed zo, dankjewel. Oké, okay. Ja. Dag. Surprise, surprise. Maandenlang zijn wij bezig geweest om de speciale wens van een meisje dat hier vanavond op de tribune zit te realiseren. Ik heb het over jou, Tanja van Stijn. Zo. Hallo, dat is Tanja van Stijn. Hallo. Ik kom even bij je zitten, Tanja. We hebben gehoord van je vader en moeder dat er bestaat een film en die heet Lefty. Dat gaat over een Walt Disney film. Het gaat over een meisje wat een handicap heeft. Heeft maar één arm. En turnt als de beste. Jij zag die film ooit en jij hebt je laten inspireren. Jij bent ook gaan turnen en heel goed geworden. Dat kleine stukje van die film heeft jou geïnspireerd. En je bent al jaren op zoek, hoorde ik van je vader en moeder, naar de hele film. Klopt het verhaal of klopt het niet? Ja. Ja, dat klopt, ja. Hè? Goed, je ziet een beetje bleek om je neus, hè? Want je schrikt ervan. Wij hebben ook vreselijk gezocht, zelfs in Amerika. Maar ik heb hier de hele film Lefty voor jou. Alsjeblieft. Surprise, surprise. Voor de volgende surprise heb ik iemand nodig die Spaans spreekt. Wie spreekt Spaans? Goed, vloeiend. Hè? Een beetje als tolk. Wie spreekt er Spaans? Kijk, allemaal zo. Oh, oh. Wie spreekt Spaans? Jij? Die, ja, allebei spreken jullie Spaans? Nou, kom maar, als je wil. Ja, kom maar. Hallo. Hoi. Zo, ga zitten. Als jij daar wil gaan zitten, kom jij naast mij zitten? Kom jij... Hey, hallo. Nog een stukje opschuiven. Zo. Hallo. Even kijken. Wie ben jij? Isabel. Isabel. En dit is? Raimundo. Raimundo. Zeg ik het zo goed? Ja. En jij bent? Reina. Goed zo. Jullie zijn met elkaar, neem ik aan. Hoe komt het dat jullie Spaans spreken? Kom je uit Spanje? Nee, ik kom uit Argentinië. Jij komt uit Argentinië? Ja. Hey, en waar kom jij vandaan? Kom je ook uit Argentinië? Nee, ik kom uit Chili. Jij komt weer uit Chili? Ja. Hoe komt dat? Dan ben ik er nieuwsgierig naar. Want ik vraag aan mijn Spaanse tolk en ik heb in één keer Chili en Argentinië te pakken, hè? Ja, ik ben politiek vluchteling. Jij bent politiek vluchteling? Ja. Ja, ja. En hoe lang ben je hier al? 11 jaar. Net 11 jaar. Allebei 11 jaar hier al in Nederland? Nee, 10. Jij 10 en jij 11 jaar. Goed. Ik kreeg een hele leuke brief van je buurvrouw, Mariette. Oh. Ja, en die schreef mij dat je zo lekker vernederlandst bent. Wat moet ik daarbij voorstellen? Wat is dat? Nederlands. Vernederlandst. Ja, ze had het over koffie drinken, gezellig. En, klopt het of niet? Een beetje wel, ja. Dat klopt wel, ja. Ja? Ja? Hey, je bent van Argentinië hier naartoe gekomen. Ja. Maar toen was je nog heel jong, want neem aan dat je niet zo oud bent. Had je dan geen toestemming nodig? Jawel, van mijn vader. En heb je dat gekregen? Ja. Heb je nog contact met je vader en moeder? Nee, met mijn vader niet, maar mijn moeder wel. Met je moeder heb je nog steeds contact, ja. Schriftelijk contact? Ja. Ja. En jouw vader en moeder? Ja, die zijn kort geleden teruggegaan naar Chili. Die waren in Nederland en die zijn nu weer naar Chili teruggegaan? Ja. Hoe lang is dat geleden dan? Dat weet ik niet meer precies, iets van 3 weken of zo. Dat nog maar pas? Ja. Oh, en waarom zijn ze terug? Mijn vader, tenminste mijn moeder, die is teruggegaan omdat een zus van mij ziek is. Ja.
En die wilden die zussen gaan verzorgen. Ja, ja. Maar ze hebben geen mogelijkheid om iemand te betalen die dat wel kan doen. Dus jij weet nog heel goed, het is nog maar 3 weken terug, hoe het met jouw vader en moeder gaat. Maar jij weet niet meer hoe het met je moeder gaat. Je hebt wel schriftelijk contact. Wij hebben een ongelofelijke surprise voor je. Want we hebben een filmpje opgenomen in Buenos Aires, waar ze woont. Ja. En dan gaan we nu naar kijken. We gaan kijken naar een filmpje van je moeder. Wat dacht je daarvan? Nee. Ja. Je moet maar een beetje vertellen. Herken je het? Ja, nee, dat niet, maar het adres wel. Poes? Ik hoor hem. Ik zie een poes. Wie is dat? Dat is mijn moeder. Dat is mijn moeder. Dat is oma. Dat is oma, ja. Oh, die boom. Wat is er met die boom? Was zo klein toen ik hier kwam. Was de boom zo klein dat je wegging? Komt het je allemaal bekend voor? Oh jee. Wat is het? Oh, mijn foto's, ja. Foto's van jou? Ja, en mijn zusje. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het een hele mooie surprise voor je was. Maar ze was de koffers aan het pakken. Heb je het goed gezien of niet? Ja. Zag je het? Ja. Ja, want zij wil zo ontzettend graag... Nee, ze gaat niet met vakantie. Ja, het is een soort vakantie. Ja. Een speciaal soort vakantie wordt het. Ze wil zo graag weten hoe het met jullie gaat. Ze wil graag Roxana zien. En ze wil zo graag Lenara zien. Mm-hmm. De 2 kinderen die jullie hebben. Ja. En ze blijft een tijdje. Hier is, uit Argentinië, nee. Je moeder, jazeker. En dat is oma voor het eerst. Komt u lekker zitten. Ik weet niet hoe je het zeggen moet in het Spaans, maar... Ja, oké. Okay, goed zo. Daarbij zitten. Ja, gewoon lekker naast je moeder zitten. Ja. Ach, wat enig, ja. Hey, en ze blijft voorlopig bij jullie logeren. Want je zag de koffer inpakken. Maar waar is die koffer nou? De koffer? Wat is koffer? Koffer? Ja, dat versta ik niet. Maar ik weet wie die koffer opbrengt. Het kind van je zuster, wat toen geboren was, Dario. Die is mee. En die brengt de koffer. Je lievelingsneefje. Dario. De grote surprise voor Isabel. Haar moeder na 11 jaar weer terugzien. Is Esther uit Aalsmeer klaar voor haar wedstrijdje met motocross-kampioen John van den Berg? We zullen zien. Jan? Andy? Ja, Jan? Check, we zijn er klaar voor. Nou, dat ben ik heel blij om. Het hele pak aan, helm op. Ik hoor absoluut niks meer van je, want het is hier een lawaai allemaal. Even kijken hoe het met John is, met John van den Berg. Ja. John, zou het gaan lukken? Ja, ik hoop het. Het zal wel mooi zijn als het zou lukken. Je blijft in de buurt van Esther, hè? Ja, ik houd het een beetje in de gaten. Oké, jongens, wacht even. Ik ga het startschot geven. Wens ze veel succes, Jan. Daar komt ie. Ja! En daar gaat ze. En daar gaat ze. Lief. De droom van Esther wordt waar, Henny. Wat zeg je, Jan? Nou, dat gaat goed. Zit er maar 1 versnelling op. Het wordt spannend. Maar ze komen zo bij de springveld aan. Dat is niet eens. Oh, oh, oh. Wat doet ze nou? Ze gaat
Hij is uitgegaan. Ja, ja. Kijk eens. Nou, nou. Zie hier een wens in vervulling gaan. Hey, ja. Nee, dat is er niet. Eerlijk is eerlijk. Dit is er ook niet. Ook niet. Ook niet. Maar als het er overheen komt. Ja. Ja, gelukkig. Daar zijn ze. Daar is ze, Jan. Zo. Nou, ik wil de reactie wel even horen. Hoe was dit? Eén. Doe de helm maar even af. Praat makkelijker. En ik eet nu zand, dus bedankt hier nog voor weer. John, terwijl Esther de helm afdoet. Dat is toch heel zwaar, hè, dit parcours. Ja, dat is niet te geloven. Ik heb er nooit zoiets gezien. Voor de eerste keer op de motor. En zo diep door de modder heen en gewoon niet vallen of niks. Eén keer gevallen, dat is echt... Dat is een prestatie. Ik denk dat ze verschillende mannen zal verslaan als ze al getraind hebben. Esther, ik denk dat Helly alles wil weten wat jij mee hebt gemaakt. Ja, Esther, ja, dat ging helemaal goed, hè, volgens mij. Ik heb er geen verstand van, hoor. Nou, één keer gevallen. Ja, één. Heel hoog. Ja, heel anders is op de weg. Dit was jouw wens, Esther? Ja. Nog steeds wel? Ook wil het nog wel een keer, hoor. Ja, precies. Nou, ik vind het heel leuk dat de wens in vervulling voor je is gegaan. Erg leuk dat de sportieve John van den Berg erbij was. En Jan, ook hartelijk dank daar dat je even in de modder hebt gestaan. En Esther, tot ziens en hartstikke bedankt. Oké. Okay. Zo, dat was Jan, John van den Berg en Esther, haar wens in vervulling ging. Zonder flauwekul, zonder poespas, gewoon door zijn fantastische stem te gebruiken, wist hij de top te bereiken. Vorig jaar mocht ik nog de CD-award overhandigen. Toen had hij zo'n vreselijk succes met een versie van A Winter in America. Hij weet opnieuw iets moois te maken van een popklassieker. Een hit van Peter Scallon uit 1972. Hier is René Vroeger. En aan het einde ziet u onze eigen Lefty nog even in actie. You're a Lady. And I've had my last dance with you. Onto the empty street we go. And it might be my last chance with you. So I might as well get it over. 'Cause the things I have to say won't wait until another day. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand how these things are often planned to be. You're pure magic, unlike my chain. Nothing venture, nothing gain. So I say with no restraint, be mine, be mine. Hard to answer, yes I agree. But then I've got to know, asking you to marry me, just a little love to show. Oh, I know I can't make you happy, but the things I have to say
won't wait until another day. You're late, I'm mad, you're supposed to understand how these things are often planned to be. Here I stand and hope that you will love me. Your pure magic unlock my chain. Nothing venture, nothing gain. So I say, no restraint, be mine. Be nog de prachtige beelden van onze eigen Lefty. Ja, prachtig. Dit is het verhaal van twee broers en twee zusters die elkaar kwijt waren. Ze hadden ouders die niet goed voor hen konden zorgen. Ze kwamen terecht in kindertehuizen, ze gingen naar pleeggezinnen, ze kregen andere achternamen. In dat kleine Nederland verloren ze elkaar uit het oog. Uit het oog, maar ook uit het hart. Ik kreeg een brief van Antje uit Finsterwolde. Zij wilde haar broers en zusters zo graag weer eens terugzien. Zij wist niet waar ze waren. Zij wist niet bij welke instantie de antwoorden lagen op haar vele, vele vragen. Het heeft ook ons in dat kleine Nederland wekenlang speurwerk gekost voor we ze gevonden hadden. Die twee broers en die twee zusters die elkaar verloren leken te hebben. Tot wij ze op een dag weer bij elkaar brachten. Ik ben op weg naar Ko. Ko is de jongste broer van Antje. En nou, hij weet dat we de broers en zusjes gevonden hebben van hem. Wat hij niet weet is dat we vandaag komen. Hij heeft een erg moeilijke tijd altijd gehad. En wat hij ook niet weet is dat we van Hoofdvliet, waar we nu zijn bij Rotterdam, naar Finsterwolde in Oost-Groningen gaan. Ik loop er al bijna voorbij. Wat te doen. Kom. Hoi. Hallo. Hey, huisman. Dag meneer Ko. Ja, hoi. Hallo. Hoi. Wist niet dat we zouden komen vandaag, maar wist van de hele affaire af van broers en zusters die we opgezocht hebben. Ik zou graag willen vragen of je mee wilt gaan naar zusje Betty. Je hebt zelf ook geprobeerd om Betty te zoeken, hè, ooit? Ja, ik ben, hoe lang is dat geleden? 25 jaar geleden ben ik nog met die in contact geweest. Ja. En zo lang is het geleden. 25 jaar geleden heb ik het laatst gezien? Ja, dat heb ik ze het laatst gezien. En je hebt zelf ook wel geprobeerd? Ja, daarna ook natuurlijk, maar ja, dan speelt er zoveel af, dan... Dan loopt zo'n zoekactie in niet. Dan loopt het even niet en dan op een gegeven moment ben je ermee bezig en dan komt er niks meer uit. Nee, precies. En dan staat stil. En Betty is eigenlijk de enige die nog in je gedachten zit, zo van... Ja, nou... en... Nog meer. Hoe heet ze? Ja, ik heb nog een zus. Hoe heet ze? Anneke. Dus die heb ik ook nog, toen mijn tijd wel eens ontmoet, die is wel eens naar Rotterdam geweest. Ja, ja. Maar over hoeveel lang geleden praat je dan niet? 25, 30 jaar, zo'n beetje in die buurt. Ja. Heel wat gebeurt en veranderd, hè? Ja, dat gaat heel wat veranderen. Nou, dan gaan we nu eerst naar Betty toe. Oké. Okay. Ik zal u wel bekennen. Uw zusje, zuster,
Die woont dus in Heerenveen. Waar we nu dus rijden in de bus. Ik kan van haar vertellen dat ze 3 kinderen heeft. 7 kleinkinderen. Zo. Kunt u nog een beetje herinneren hoe ze eruit zag? Ja, het is flinke meid. Niet dik. Blond. Mm-hmm. Zo is ze in de gedachten zit. Ja, zo was ik ze dus. Ja. Zoveel jaar terug zien. Ja. Het was niet de kleinste. In mijn ogen dan. Ja. Ik was natuurlijk. Pas 14. Ja. Ja. Gek gevoel, hè? Ja, zeker gek. Ja. En dat beeld blijft natuurlijk bij je hangen. Ja. En ergens kan je geen ander beeld vormen. Nee. Want je hebt het proces niet meegemaakt. Nee. Hoe ze ouder zijn geworden. Ja. Een soort van gat in het verleden, zeg ja. Maar. Dan denk je, daar is het gestopt en hier begint het weer. Ja, ja. Nou, en wat daartussen zit, ja. Dat weet niemand. Zij net zo min als ik. Ja. Zullen we elkaar een hoop te vertellen hebben, hè? Ik denk het wel. Ja. Thuis. Ja, dat komt wel. Betty? Ja? Dit is je broer Ko. Ja, dat zie ik. Hoi. Ko, hallo hoi. Jongen. Hoi, vrouwtje. We zijn er nog niet, want ik wil graag aan u vragen